Een heel goede avond, van harte welkom bij de tweede aflevering van Gouden Bern. Verleden week heb ik gesproken met Jannie Schubel van de Partij van de Arbeid over het thema cultuur. Nu ga ik weer over cultuur praten, maar dat doe ik met Karin Vastbinder, raadslid voor de VVD. En net begonnen aan de tweede periode hier voor de VVD-fractie in Leeuwarden. Welkom Karin Vastbinder. Ja, je bent oorspronkelijk afkomstig uit een andere heel mooie stad, Arnhem, hè? Daar ben ik geboren, maar daar heb ik maar 4 jaar gewoond. Maar wel een mooie stad, hè? Mooie stad, mooi park en daar is mijn liefde voor groen ook wel een beetje ontstaan, denk ik. Dat heeft gevolgen gehad voor je werk hier in Leeuwarden? Absoluut. De eerste periode heb ik echt als een soort groene liberaal gemanifesteerd. Maar ja, je bent vrij zelf met het thema bomen. Bomenridder. Daar kon je uren over bomen. Prinses Irene, dat werd alle kanten werkte het ja. Op. Ja. Maar daarvoor zit je hier niet, Karin. Ik mocht jij zeggen. Ja. Het gaat over het thema cultuur. Stel dat ik jou midden in de nacht wakker zou maken en ik zou roepen van wat is cultuur? Wat zou Karin dan zeggen? Nou, ik denk in de eerste plaats aan evenementen en festivals. Dat zijn de dingen die er in Leeuwarden voor mij heel erg uitspringen qua cultuur. Maar verder, ook aan film, ook aan amateurkunst. Het is eigenlijk heel breed. Ja, het is zelfs zo breed dat het eigenlijk een beetje een containerbegrip in dat er heel veel onder cultuur valt. Hè? Ja, in mijn eerste periode heb ik dan monumenten gedaan. En monument en beleid ervan valt ook onder cultuur. Dus wat dat betreft is Leeuwarden echt een prachtige stad om daarmee bezig te gaan. Want het heeft heel veel in huis. Heel veel cultuur. Ja. In de eerste periode dat je raadslid was, was je geen woord voor de cultuur, dat was Aukje de Vries. Ja. Maar je hebt toch vertwijfeld wel meegepraat over de cultuurnota, cultuurvuur. Ja, we zijn naar een aantal bijeenkomsten toen geweest en we hebben dat wat verdeeld. Er was één bijeenkomst over historisch erfgoed en daar ben ik natuurlijk naartoe gegaan. Het ging met name over wat we met de Blokhuispoort zouden moeten. De oude gevangenis, ja. Ja, allerlei ideeën over. En ik vond het erg mooie bijeenkomsten, waar prima werd gepraat met mensen uit het veld. Alleen die beloftes, die zijn niet helemaal waargemaakt door GroenLinks, wat nu ook weer de cultuurwethouder heeft. En ja, dat is eigenlijk wel wat jammer, denk ik. En over welke beloftes hebben we het dan? Nou, het programma wat eruit kwam, Cultuurvuur, daar moest 9 ton extra in. Dus dat was best een hoop geld. En niet voor een jaar, maar voor eigenlijk alle jaren dat het programma draaide. En dat kon niet waargemaakt worden. Dus toen is er toch weer wat afgegaan. Toen hebben we gekozen met elkaar voor de basis op orde. En daar staat de VVD ook helemaal achter. En de grote 6, zoals dat dan wel heet, die moesten nog wat nader onderzoek. Maar dat is voor ons echt ook de basis. Meer reuring in de stad, wat ik net ook al zei. Evenementen, festivals, dat zijn belangrijke zaken. En er zou dan nog wat experimenteel aan toegevoegd worden. Producties en broersplakken, als ik dat goed uitspreek op z'n Fries. Broedplaatsen. Dat soort zaken. En ik denk daarbij met name aan de link met onderwijs ook. Om daar wat meer mee uit te bouwen. Je kunt het natuurlijk zo breed maken als je wil. En, maar wat is dan die link met onderwijs? Nou, wij zijn bijvoorbeeld op bezoek geweest in de campagnetijd bij D-Drive. Dat is een mbo-opleiding. En daar wordt enorm veel gedaan op het gebied van dans en media en dat soort zaken. En het zou mooi zijn als dat die studenten zich kunnen aansluiten in de cultuur die in de stad is en daar wat verder mee kunnen experimenteren. Een andere link op onderwijs die we in campagnetijd toevallig ook hebben gezien is dat in Stenden toen opnames zijn geweest. Het is mooi als je hier een opleiding volgt en dan in de praktijk ook, misschien bij jullie of in de Harmonie of bij Parnas of noem maar. Een dwarsstraat daar dan ook daadwerkelijk uitvoering aan kan geven. Die link zie ik wel heel duidelijk zitten. Is cultuur iets wat hoort tot de categorie leuke dingen voor de mens, of is het echt een noodzakelijke basisbehoefte, cultuur? Oh, dat is een hele lastige vraag. Ik denk dat als je kijkt naar bed, bad en brood, dat de basis is. Maar dat je als liberaal zeggen wij mensen moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Nou, daar hoort onderwijs met name bij en dat is verplicht in Nederland. En in dat stukje onderwijs hoort wat mij betreft ook een stukje cultuur, een stukje sport. In ieder geval het aanbod krijgen. Een stukje AMV, algemene muzikale vorming, een klein beetje culturele vorming. Van alles een basisniveau, een basisvoorziening, zoals ook door andere partijen wel gezegd is.
Nou, zover wil ik eigenlijk niet gaan. Ik vind dat het kunstmenu, wat momenteel draait en waar naar mijn idee bijna alle basisscholen of eigenlijk alle wel gebruik van maken, ik denk dat die heel erg goed in de behoefte voorzien. En als je daar een schepje bovenop zou willen doen, bijvoorbeeld experimenteren met geluid en techniek, en hè, dan doe je dat op een vervolgopleiding. Dat komt er weer bovenop, zeg maar dan. Ja, ja. En als mensen kiezen voor blokfluitlessen, AMV, Algemene Muzikale Vorming. Ik vind eigenlijk dat een te langdurige opleiding is. Dat is 2 jaar, geloof ik. En dat was vroeger al zo, dat is nog steeds zo. Ik zou liever willen dat dat wat korter is. Ja. Kinderen hebben nu behoefte aan wat kortere gedeeltes waarin ze iets leren. Bijvoorbeeld een half jaar kennis maken. Nu heeft de VVD het ook vaak over eigen verantwoordelijkheid. Waar eindigt de eigen verantwoordelijkheid van de burger en waar begint de taak van de lokale overheid op het gebied van cultuur? Dat is ook een hele lastige, want in principe heeft de overheid wettelijk geen taak op cultuur. Dus je zou daar heel kort in invullen. Nou, we doen er niks aan. Ik denk dat er in Leeuwarden met name ook een economische factor voor cultuur bestaat. En mensen die hier komen werken en wonen, die hebben een basis nodig om lessen te volgen. Een gedeelte daarvan wordt door de markt verzorgd, maar een gedeelte daarvan denk ik ook aan een overheidsverantwoordelijkheid. Dat ligt dus wel een taak voor de lokale overheid. Ja, ik denk dat in Leeuwarden heel duidelijk een taak is voor de overheid daarin. En dan kom ik weer terug bij de VVD. 1,5 jaar geleden ongeveer is de VVD begonnen met de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. En nou, net zoals bij elke partij stond ook bij de VVD een paragraaf over cultuur. Hoe is die voorbereiding gegaan over dat thema? Is er lang over gepraat of is dat een kwestie geweest van, oh ja, we moeten cultuur ook nog even doen? Nee, absoluut niet. We zijn in werkgroepen verdeeld en die werkgroepen hadden als hoofdthema de commissies die er in de raad zijn. Dus stadsontwikkeling, welzijn en bestuur en middelen. Nou, in welzijn zit dan ook cultuur. We hebben heel kort over sport gepraat. Dat verbaast mij wel enigszins, want sport was mijn portefeuille. Maar daarin zeiden we heel duidelijk van dat vinden we eigen verantwoordelijkheid van mensen. Er zit natuurlijk ook een gezondheidsthema achter. Meer bewegen, gezonde leefstijl. Ja, en daar heeft de overheid baat bij. Dus in die zin denk ik dat de overheid het wel mag stimuleren, faciliteren. Maar het niet helemaal hoeft uit te voeren en dat de keuze met name bij de mensen zelf moet liggen. Cultuur zat erg hoog in het vaandel bij de VVD. Met name door de economische en toeristische achtergrond. Wij denken dat het niet alleen voor de bewoners is, maar ook voor bedrijven en bezoekers een hele belangrijke factor is. Dus in die zin hebben we daar best veel woorden aan gewijd. Een hele pagina, geloof ik. Ja, zeker. En wat voor jezelf de essentie van jullie verkiezingsprogramma als het gaat over cultuur? Als ik kijk naar de essentie, dan zeggen we basis op orde. Dat is voor mij echt de essentie. En de tweede is meer reuring in de stad. En wat mij betreft dat experimentele gedeelte, het nieuwe vormen ontwikkelen enzovoort enzovoort, dat zou daaruit moeten voortvloeien. Maar daar ligt niet de nadruk op. Nee. Auke de Vries heeft ook in de verkiezingscampagne gezegd, jouw fractievoorzitter, van ik sluit niet uit dat we op cultuur gaan bezuinigen. Ja. Wat heeft ze daarmee bedoeld en waar doelde ze dan op? Op welk onderdeel van de cultuur? Nou, over die bezuinigingen van 10 miljard die nu ingeboekt zijn door het huidige college, daarvan hebben wij gezegd van dat vinden wij ook nodig. En in die zin dat we vinden dat ook cultuur dan niet ontzien moet worden. En waar je dan naar kijkt en waar we eigenlijk al een tijdje naar kijken, is de gebouwen waar cultuur in zit. De stenen. De activiteiten, daarin zou je misschien efficiënter kunnen zijn. Maar daarin heeft dat rapport van Big Six ook heel duidelijk uitspraak gedaan. Met name in de stenen zit het geld. En dat is eigenlijk zonde. Dus misschien moet je naar een goedkopere of een andere oplossing. Maar wel hetzelfde activiteiten of voorzieningenniveau, dat zou niet minder mogen. Als ik in de rapporten kijk en als ik zie wat er nu allemaal op dat gebied gebeurt, dan denk ik dat we heel tevreden mogen zijn over basis op orde, meer reuring. Er gebeurt heel veel en de basis is redelijk op orde. Het loopt natuurlijk terug door de economische neergang, zeg maar. En dan zou je moeten kijken, maar dan heel bedrijfsmatig, van goh, waar kunnen we dingen samenvoegen en samenspelen? Dat was de essentie van je verkiezingsprogramma. Probeer hetzelfde activiteitenniveau, voorzieningenniveau te handhaven, maar zoek bezuinigingen in de stenen
in de gebouwen. Ja. Ja. Maar ja, jullie zaten niet in, zitten niet in het dual college. Er komt een college CDA-partij vandaag bij Paul GroenLinks. Ja. Met een collegeprogramma met een paragraaf over cultuur. Ja. Daar waren jullie niet blij mee. Daar zijn wij net zo van geschrokken als het veld. En met name de communicatie hierover heeft ons erg verbaasd. Laat dat eerst pakken. Eerst de communicatie daarover. Wat is daar misgegaan? Ik denk dat het heel vreemd is om een taakstelling op te leggen. En dat betekent dus een versobering van financiën of de hele financiën weg te laten vallen, de subsidie. Zonder dat je aangeeft van wat je dan wel wil. En als kritische, positieve partij willen wij graag weten van hoe gaat het nou bepaalde dingen. En dan kunnen we een stapje maken van nou, hoe gaan we dat in de toekomst doen. En waar zitten dan de veranderingen? Zo zouden wij dat aanpakken. En nu wordt er gewoon gezegd van nou, je krijgt geen subsidie meer, zoek het verder maar uit. Ja, en dan wordt er in stapjes weer gezegd, ja, het zit eigenlijk in vastgoed. Of er wordt gezegd, het is geen 1,4 miljoen zoals bij Parnas, maar het is maar 550.000. Dat scheelt toch wel even, hè? Ja, en dus dat vinden we erg vreemd overkomen en heel raar gecommuniceerd. Dat is het ene verzet, de communicatie. Het andere verzet, de inhoud. Daar schrokken jullie ook van. Ja, want er zit eigenlijk geen inhoud achter. Er wordt gewoon gezegd, we nemen een cultuurmakelaar in dienst. We gaan een BV Cultuur oprichten. Nou, als u weet hoe de BV Sport werkt. De BV Sport is een uitvoerende instantie. Er zijn een aantal verenigingen. En dan is het handiger om bijvoorbeeld 2 goals in te kopen. Niet 2, maar 10 in te kopen. Kwantumkorting. Ja, kwantumkorting en de velden onderhouden. Dat is allemaal efficiëntie. Dat is heel duidelijk. Maar bij cultuur is het niet zo dat cultuur in alle wijken zit. Het zit in 2 wijken. En eerst willen we dan wel graag zien van wat er dan gebeurt in die wijken. Maar bij ons wil het er niet in dat 10 piano's goedkoper zijn dan 2. Dus wij begrijpen niet waar dan de wethouder naartoe wil. En wat hebben jullie gedaan met jullie gevoelens ten opzichte van het collegeprogramma? Op dit moment hebben we gezegd van nou, het is voor ons niet uitgesloten, hè, die bezuiniging. Want we vinden wel dat alle clubs moeten kijken van kunnen we meer samenwerken en kunnen we iets doen zodat we de activiteiten handhaven, die weliswaar wat teruglopen vanwege de economie. En daar een nieuwe opzet in maken. Aan de andere kant hebben we gezegd van nou, college, kom met een voorstel. En zodra het de financiën aangaat, dan moet je bij de raad zijn. En dan komen ze bij jullie, ja. Mede. Ja. Er is de afgelopen tijd ook heel wat gesproken over Parnas. Elke raadsvergadering wordt al gebruikt door insprekers om hun ongenoegen daarover te uiten, over de plannen van dit college. Laten we Parnas eens even bij de kop pakken. Mm-hmm. Wat is jullie idee over Parnas? We weten wat het college wil, maar wat is jullie idee over Parnas? Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk jammer dat ze in een pand zitten waar ze zelf nog geld in hebben gestoken. En dat eigenlijk voor hun niet functioneel is, niet efficiënt. En aan de andere kant zien we ook heel erg goed dat er een centraal pand moet zijn om kruisbestuiving te hebben, om te zorgen dat verschillende clubs met elkaar kunnen functioneren. Want als je het hebt over cultuur in de wijken, dan heb je het volgens ons over cultuurparticipatie, dat is meedoen. Dat is het kunstmenu bijvoorbeeld op de scholen. Maar cultuureducatie, dat gaat even een stapje anders. En dan heb je gewoon niet genoeg mensen in de wijken om dat daar te doen. Dus dan is toch weer een centraal organisatie op een centraal plaats noodzakelijk. Ja, daar zien we. En daar wil juist het college vanaf. En daar wil het college vanaf. Nou, wat ik heb begrepen is niet zozeer de centrale functie, want die blijft volgens de wethouder nu weer wel overeind staan. Dus daarin kunnen we elkaar waarschijnlijk wel vinden. En misschien is de plek dan niet goed en zou er een andere oplossing voor gezocht moeten worden. Als ik het collegeprogramma nog even heel nauwkeurig nalees, zie ik ook een zin staan waarin staat dat harmonie bijvoorbeeld een speelfunctie moet gaan vervullen. Dus misschien dat Parnas zalen moet gaan huren bij de harmonie. Maar het is een puzzel en onze vragen worden daarin niet beantwoord. Ja, en dan komen we toch bij de rol van wethouder Isabel Dix van Paul GroenLinks. Daar is de laatste tijd al veel over gesproken, zowel in de raad en bij haar verkiezingen. Ze kregen nogal wat stemmen tegen. Hoe is dat bij jullie overgekomen trouwens? Ja, toen ze tot wethouder werd benoemd. Dat is niet echt gebruikelijk dat er zoveel stemmen tegen waren. Nee, dat is natuurlijk heel lastig. Politiek is hard. Politiek is ook altijd niet aardig. Dus, maar wel duidelijk, denk ik. En ik moet eerlijk zeggen, mijn aantal portefeuilles waarin ik haar regelmatig tegenkom, onder andere het groen, milieu.
En ik vind de communicatie, dan kom ik weer op dat punt, ja, vind ik niet altijd even handig en serieus. En ik denk dat je serieus met raadsleden om moet gaan. En ook met de maatschappelijke organisaties waar je mee praat. Maar daar zeg je nogal wat, hè? Van, daar zeg je eigenlijk van, ze doet het niet goed, ze gaat niet goed om met de raad, ze gaat niet goed om met de doelgroepen in het veld. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk politieke doodzonders, of niet? Nou, dat kan je heel lang volhouden als je zeg maar de meerderheid in de raad hebt. Maar voor een politieke doodzonde moet je iets doen waardoor er heel veel geld verdwijnt, denk ik. Hè? Dat is een van de redenen om voor ontslag, bij wijze van spreken. En verder in de politiek, je kan het heel lang volhouden op het moment dat je zo communiceert. Maar ja, het zou niet onze manier van werken zijn, zeg maar. Wij houden van een positieve, kritische blik en heldere taal. Een ander punt waarover de laatste weken ook gesproken is, zeker ook in dit pand waar we nu zijn, mm-hmm, is de rol van de lokale omroep in Leeuwarden. Ja. Ook daar dreigen bezuinigingen. Hoe kijkt de VVD daar tegenaan? Wij zijn in principe voor marktwerking. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat is een liberaal standpunt. Dat geldt ook voor Parnasse. Er is bijvoorbeeld een gitaarschool, er is een slagwerkschool. Je ziet ook, hoe vertalen we dan nou lokale omroep en marktwerking? Er zijn natuurlijk meerdere omroepen die lokaal programma's maken. Daar ben ik ook niet bang voor. Dat moet gewoon ook kunnen. Alleen de vraag is dan, van hoe ga je dan om met een lokale omroep die je de omroepsubsidie, als ik het goed heb gegeven. En daarnaast nog een aantal medewerkers die het vak moeten leren. En ik heb begrepen dat Mercurius worstelt met vrijwilligers, reïntegratie. Het pand. Dat zijn problemen die al tijden spelen. En ik vind eigenlijk ook dat het college daar dan mee aan de gang moet. En ik vind het wel wat makkelijk om dan te zeggen van, nou, we stoppen gewoon die 40.000 in 4 of 5 jaar, meen ik. En u redt zich er maar mee. Dus ook hier zeg ik weer van, nou, het college, je neemt je verantwoordelijkheid niet. En ik kan wel zeggen van, ja, de raad moet dat dan doen. Maar onze visie is dus wel ook marktwerking. Dus als er meerdere partijen zijn, zeg dan duidelijk van, god, er zijn ook andere partijen en we gaan nu afbouwen of we houden ermee op. Of, nou ja. Maar niet zo als het nu gaat. En dan komen we weer terug op communicatie. Het heeft ook heel veel meer met communicatie te maken. Ja, dat denk ik wel. Nu hebben we het gehad over grote clubs als Parnasse, Harmonie. Maar hoe zit het met de toneelvereniging, met het zangkoor, de amateuristische kunstbeoefening? Hoe belangrijk is dat voor de VVD? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je in het onderwijs kennis maakt met kunst en cultuur. Dus vandaar ook dat wij heel erg blij zijn met het kunstmenu. En kinderen die gaan naar de bibliotheek om een stuk over pesten op school te doen. Ze gaan naar de Prinsessenhof om pottenbakkencursussen te doen. En ze gaan naar Parnasse om schilderij te maken. Dus ze maken in principe kennis, ik geloof zelfs ook naar de Harmonie, met alle vormen die er zijn. En dat is een basis. Wat we nu ook hebben, dat is nieuw, zijn de combinatiefunctionarissen. Die gaan op de brede scholen zitten als eerste. En die houden zich bezig met sport en cultuur. Dus die gaan ook een functie in vervullen. En dat is de kennismaking. En vervolgens heeft men een keuze uit verschillende zaken die er zijn. En het is liberaal dat je zelf mag kiezen wat je gaat doen. Dat het niet verlicht, verplicht wordt. En we hebben wel eens vragen gesteld bijvoorbeeld of bepaalde cursussen zodanig moeten worden gefinancierd dat mensen zelf bijna niks meer bijdragen. Maar dat is natuurlijk heel lastig om te bepalen. Wat ik wel begrijp is dat de cursussen bij Parnasse bijvoorbeeld soms nog duurder zijn dan bij de schilderschool. Dus in principe, ik denk dat iedereen zijn hobby prima kan uitoefenen. Een andere onderdeel, andere component, we moeten er even snel doorheen, van de cultuur, mm-hmm, is monumenten. Ja. We hebben hier een paar mooie monumenten in de stad. Hoe is Leeuwarden er nog toe met monumenten omgegaan en hoe ziet de VVD de toekomst van die monumenten? Tot nu toe is men erg zorgvuldig geweest. Er zijn een aantal rijksmonumenten en er zijn ook een heel groot aantal gemeentelijke monumenten komen daar nu bij. Het liefst wil de VVD dat wat sneller zou verlopen. We lopen wat achter daarin. Daarnaast zou de VVD het op prijs stellen als er minder regeltjes en
opgelegde vergunningen in zaten. Want ja, mensen kunnen... Maar daar is de afgelopen tijd ook wel wat aan gebeurd, toch? Hè? Aan versoepeling, aan deregulering. Ja, dat is wel gebeurd. Maar je moet toch wel weer in viervoud alles melden. Dus uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Maar het is ons wat waard dat dat goed in stand blijft. En dat iedereen daar ook van kan genieten dan. Het viel me trouwens op dat jullie de afgelopen jaren ook... Als het ging om cultuur, wel vaak samenwerking zocht met bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Hè? Dat is ook wel een paar keer gebeurd, hè? Sculpturen onder andere. Ja, bij sculpturen met name. Ja. We hebben ervoor gepleit om te zorgen dat de beelden die er nu zijn, dat die ook goed in de gaten gehouden worden. Dat er onderhoudsbudget is. En dat er bijvoorbeeld een lint van sculpturen, dat is een initiatiefvoorstel ook van Aukje de Vries onder andere geweest, in de stad zou komen. Ja. En dat we als Leeuwarden dan nog meer op de kaart staan op dat gebied. En hoe komt dan zo'n samenwerking met de Partij van de Arbeid tot stand? Want jullie bedenken iets, de Partij van de Arbeid bedenkt iets. Nou, de Partij van de Arbeid is ook een club die heel erg met cultuur altijd begaan is. In die zin dat, dat zij de voorziening van de cultuurmakelaar en de wijkmanager. Ja. Die combinatie die zien zij heel sterk zitten. En en wij kunnen ons daar wel in vinden in die ideeën. Niet zozeer de wijken in, daar zijn we heel kritisch op. Maar het feit dat je een manager aanstelt om de boel te regelen en evenementen te coördineren, daar zijn wij ook wel sterke voorstander voor. Karin, het lijkt me geweldig om woordvoerder cultuur te zijn in de tijd dat er heel veel geld is. Maar ik hoef jou niks nieuws te vertellen, de komende tijd heel weinig geld. We moeten heel bezuinigen. Hoe kun je als woordvoerder cultuur dan staande houden als er ook discussies zijn over armoedebestrijding, minimabeleid, voedselbanken, WMO, huishoudelijke hulp. Ja. Ook allemaal onderwerpen die geld vragen, waarop bezuinigd wordt. Hoe kunnen we dan cultuur hoog houden in je ogen? Nou, ik denk door de koppeling met onderwijs en economie heel duidelijk neer te zetten. En daar zit ook de kracht, denk ik, van deze stad. Want mensen komen naar deze stad omdat ze juist die monumenten en die belevenissen die we hier hebben aantrekkelijk vinden. En de mensen die hier wonen, die hebben genoeg laten zien dat ze heel graag muzieklessen willen blijven volgen en al die andere dingen die er nu zijn. Maar straks komen er momenten dat we moeten kiezen of een beetje armoedebestrijding of wat meer huishoudelijk hulp. En is het dan zo belangrijk om dan geld te geven aan cultuur? Ik denk dat we dan die keuze moeten maken als het plan van het college voor ligt, hoe ze daarmee om willen gaan. En dat is iets waar ik nu in het collegeprogramma kan niet begrijpen hoe ze dat willen doen. En we kunnen daar natuurlijk hele mooie verhalen over ophangen, cultuur in de wijken. Maar wat ik al steeds zeg, ik wil eerst zien zoals de wijken Kammingaburen en Zuidlanden hebben nu cultuur in de wijken. Wat is daarvan gekomen? Wat moeten we daarin doorzetten? Wat moeten we daarin nalaten? En ik denk dat daar ook wel de besparingen liggen. Daar zitten de mogelijkheden. Dat denk ik zeker, want de combinatiefunctionarissen gaan ook in de wijken en in de brede scholen aan de gang. En we kunnen wel overal een piano neerzetten, maar dat betekent nog niet dat we de cultuur bezig zijn. Nee, dat is allemaal fysiek. Stel dat we hier over 4 jaar weer zouden zitten. Hoe ziet de culturele wereld van Leeuwarden er nou uit, denk je? Ik denk dat die nog steeds mooi op peil is en dat het minder experimenteel is, denk ik. En ik denk dat we als stad hopelijk nog steeds gaan voor het culturele hoofdstad 2018 verhaal samen met de provincie. Je bent al aardig ingebeurd in het onderdeel cultuur. Ik vroeg het verleden keer ook aan Jannie Soeboe van, droom je wel eens van wethouderschap cultuur of zo? Nee, ik droom niet van een wethouderschap. Want een wethouderschap, nee, echt niet, is een ontzettende zware baan. En ik heb grote bewondering voor de mensen die dat doen en die dat willen. Maar in Leeuwarden, een wethouderschap lijkt me echt verschrikkelijk veel tijd kosten. Ik ben heel gelukkig met het raadslidmaatschap deze tweede periode. En daar heb je handen al vol aan. En daar heb ik mijn handen vol aan, maar dat is ook heel mooi om te doen. Ook in een fractie die in de oppositie zit. Want ja, je kunt per definitie minder dan als in het college zit. Nou, wij zijn een nogal creatieve partij en innovatief. Dus onze standpunten uit het verkiezingsprogramma, die gaan we voor de kiezers waarmaken. En daarin zoeken we collegepartijen of oppositiepartijen wel op. En dan komen we vanzelf met plannen, als we het niet mee eens zijn. Dan gaan we even een stapje maken. Ja, dat kan in deze tijd eigenlijk niet anders. Na 9 juni, Tweede Kamerverkiezingen.
Het gaat goed met de VVD, hè? Zo het nu lijkt. Ja, we zitten enorm in de lift. En ik denk ook dat dat te maken heeft met het feit dat wij economisch heel hoog aangeslagen worden. De banenkampioen. Ja, de banenkampioen. En dat is toch wat mensen ook belangrijk vinden. Bed, bad, brood en werk. Dat wordt wel een van de dingen die heel belangrijk is voor veel mensen. En ik denk dat we daardoor ook een positieve uitstraling krijgen. We lopen geen kletspraatjes te verzinnen. We doen wat we zeggen. We zeggen wat we doen. Maar dat het zo goed gaat met de VVD, dat kan. En dat is helemaal niet zo'n gek idee. Nog gevolgen hebben voor de Leeuwardenpolitiek. Want als de VVD veel wint en ze komen in het kabinet, dan kon het wel zijn dat jouw fractievoorzitter Aukje de Vries naar de Tweede Kamer gaat. Wat betekent dat voor haar raadswerk hier? Ze zou het kunnen combineren. Maar is dat niet heel lastig? Geert Wilders doet dat ook. Ja, die doet het ook. Maar vind je dat een voorbeeld? Nee. Ik denk dat het niet handig is om die combinatie te zoeken. Ik denk dat Aukje in de 8 jaar dat ze hier raadslid is geweest, dat ze een hele goede job heeft gedaan. Ik heb persoonlijk ook erg veel van haar geleerd. En ik gun het haar van harte dat zij het land mag gaan dienen, bij wijze van spreken. En ik denk dat ze daar hele goede bijdrage aan kan leveren. Dus ik hoop van harte dat het doorgaat. En ik krijg nu een nieuwe fractievoorzitter. Ja, dat zien we dan wel weer. Dat zie je dan wel weer, ja. Heb je al enig idee over, stel dat de VVD wint dat het college het opgaat? Of wat voor kabinet? Ik zit hoog in op een combinatie met het CDA. Maar er zijn ook mensen die meer met paars doen. En ik denk dat het lokaal heel anders ligt dan in het land. En dat het heel erg ook afhangt van de uitslag, hoe dingen lopen. Ja. En VVD met Wilders? We hebben hem eruit gegooid. Dus we hebben grote moeite met zijn standpunt en manier van werken. En, want hij was jaren lid van de VVD. Hè? Ja, en ik moet eerlijk zeggen, hij is goed opgeleid, maar hij is wat doorgeslagen. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat PVV, dat wordt net zo'n verhaal als de LPF. Dat zijn mensen die zich gaan verslikken. Ik zie zo'n kabinet niet zo lang leven beschoren. Dus toch een beetje richting CDA of paars? Ja, ik denk dat daar meer kansen in liggen. Okay. Nou, we zullen afwachten. Karin, ik vond het leuk dat je er was. Succes met je woordvoerderschap cultuur. En we spreken elkaar nog nader over dit thema. Dank voor de uitnodiging. Dit was Goudenberg voor deze keer. Graag tot de volgende keer.